proberen. Hij is politie, dus hij moet het kunnen, toch? Oké, hou je me niet te veel van het werk? En deze is ongesteld, dus die doet niet mee vandaag. Dat weten jullie eigenlijk helemaal niet van me, maar dat moeten we dus minderen. Ik heb voor mijn babyhuisje. Ja. Goedemorgen, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Nieuwe week, nieuwe kansen. Wij hebben een beetje een rot weekend achter de rug, want Ummer is echt super ziek geworden. Heel erg misselijk. Het leek eerst op dat hij iets verkeerds had gegeten, maar uiteindelijk bleek dat het gewoon echt een soort van buikgriep was. Mama. Dus we hebben eigenlijk het hele weekend niks gedaan. En het is dus nu zondag laat in de middag. Ja, wat heb ik verkeerd gegeten? Nee, hij heeft buikgriep. Maar we hebben dus vrij weinig gedaan en hij begint nu ietsje op te knappen. En er is kermis in Purmerend, dus we gaan even met de kindjes richting kermis. Baba. Ja, Baba. Baba? Mama. Lijk ik op Baba? Nee. Ja. Mijn mama. Ja. Heeft Baba op zijn buik gips? Nee, griep. Griep? Mag ik naar Baba kijken? Kijk maar hoor. Ik wil ook kijken. En Zintje die gaat gezellig mee. Waarom doe jij de deur dicht? Het is jullie misschien wel opgevallen, maar ik draag wat vaker een ander kleurtje. Zwart. Ik ben natuurlijk normaal altijd van de lichte kleuren. Maar nu dacht ik ga eens voor het zwart. Ik heb deze trui met die strik zo op mijn schouders. Heb ik van de Zara. Zo, we brengen Kirim eventjes bij mijn moeder, want die wil per se met mijn moeder knutselen. Maar ik mag niet meelopen. Hij wil zelf aanbellen. Heb je al aangebeld? Goed hard drukken. Daar zit een spijker. Als hij die schiet, dan krijgen we dat olifantje daarvan. Hij gaat proberen. Hij is politie, dus hij moet het kunnen, toch? Het is hem een soort van gelukt, alleen de zoemer is niet afgegaan. Daar gaat onze olifant. Hey Cookie, vind je het leuk hier? Vind je het leuk hier? Ja, hè? Waar is Amir nou? Waar is hij nou? Waar is hij nou? Waar is hij nou? Oh! Ja, is plak. Er zit suikerspin aan jullie vast. Kijk, wat een gevaarlijke ridder. Het is vreselijk vies weer. Het is mega aan het regenen. Ik heb Zeen, Amir en Kirim achtergelaten bij de oppas die bij mij thuis is. Nou, jullie zien mij niet, maar ik ben met allemaal zware tassen aan het tillen. En het is... Weet je wat? Ik zie jullie zo in de auto. Zo, het is echt heftig aan het regenen, joh. Niet normaal. Maar goed. Oké, het is maandagochtend en zoals ik net al zei, zijn de kindjes bij de oppas, tenminste bij mij thuis. Thea die past altijd op Kirim en Amir. Eigenlijk vanaf dat Kirim al baby is, past ze al jaren bij ons op. En ze had de afgelopen periode, had ze Kirim en Amir bij haar thuis, zodat ik in mijn verlof gewoon alleen Zeen thuis had, zodat het zo'n beetje rustig is. En nu heeft ze dan alle drie bij mij thuis. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Altijd een eerste keer is dat altijd even spannend. Maar het gaat vast goed. Ik ben gewoon telefonisch bereikbaar voor als er iets is. Ik ga onderweg naar Amsterdam. Want ik heb een zakelijke afspraak in Amsterdam. Met een business coach. Dus ik ga richting Amsterdam. Ik hoor dat er super veel files staan. Dus ik hoop dat ik nog op tijd ben. Maar ik heb een uur om daar te komen. Wat normaal 20 minuten is. Dus ik hoop dat ik goed de tijd voor heb genomen. En ik heb even mijn kopje thee mee. En maar heel slecht een ontbijtreep. Want
dat is het nu wel met drie kinderen. Ren je rot in de ochtend. En dan is het ook nog eens herfstvakantie. Dus het was helemaal ren je rot. Maar goed, maakt niet uit. Ik ga rijden. Zo, ik zit weer in de auto. Ik kon de afspraak niet filmen, maar het is nu 2 uur verder. En ik ga richting de praktijk rijden. Ik heb zo een honger. Ik heb dus gewoon niet eens ontbeten. Echt super slecht. Ik zei dat ik een reep mee had, maar die heb ik ook niet gegeten. Dus dat ga ik ook even... Oh, dit moet ik even uit de achterbak pakken. Kijken of ik even langs Starbucks of zo kan rijden. Even iets lekkers drinken, iets warms. Oké, ik ga rijden. Ik heb even een koffietje gehaald bij de McDonald's. Want ik kon niet stoppen bij de Starbucks. Ze hebben stroopwafel latte macchiato. Echt super lekker. Heel veel suiker, maar soms mag je wel even cheaten. Oké, ik ben nu voor de deur bij de praktijk. Ik ga naar binnen. Ik werk dus een keer niet in werkoutfit. Maar dat is op zich niet erg. Want ik heb vandaag heel veel te maken met de marketing. Dus ik ben vooral in back office. Dus ik ga jullie vandaag weer meenemen op de werkvloer. Kijk nou deze twee leuke meiden, die komen helemaal uit. Baalwijk en Hierhout. Hoe lang is het? Ja, we hebben er 2 jaar over gedaan, hè? Ja, we hebben er 2 uur over gedaan met file. Het is toch zo'n eer dat mensen gewoon 2 uur rijden om helemaal hier naartoe te komen. Maar zo leuk. Maar we zijn echt blij, jongens. En het is het echt waard. Dus als jullie echt huisverbetering willen, dan... Super lief. Ben je hier aan het gaan. Dankjewel. Ja. Nou, een hele fijne reis weer terug, hè? Dankjewel. Dankjewel. We gaan lekker weer terugrijden. Nou, helemaal goed. Kijk eens wie er is hoor. Mijn schoonzus. Jij komt hier hoe vaak per keer? 1 keer in de? 1 keer in de... Ja, ik probeer vaak mogelijk, maar de laatste tijd is het een beetje ingeschoten. Dat kan niet, hè? Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Maar eigenlijk om de 6-7 weken kom ik eerst. Ja, dus dat is echt mat dan. 1 keer in de 4 weken. Ja, eigenlijk wel. Maar veel te druk met kinderen. Ja, veel te druk. Maar goed, je doet thuis goed je producten. Wat heb je nu meegenomen? Ik heb nu... De ogen. Oh ja, de Illuma oogcreme. Top. Deze. En we hadden het net even over die ampullen, hè? Ja, deze. Want jullie zagen vorige week natuurlijk de glycolic ampullen in de vlog. Maar je hebt veel meer ampullen. En deze is heel goed voor anti-aging. En ik vertelde net, je make-up blijft echt veel beter zitten. Echt top. Ja, ik ga het uitproberen. Ja. Dus dan laat ik het op. Ja, laat weten. Is leuk. Oké, hou je me niet te veel van het werk? Nee. We moeten weer verder. Nee. Grapje. Nou, de foodfolder is eindelijk af. Ik hang net op met de drukker en die gaat kijken hoe die eruit ziet om wat materialen naar ons toe te sturen. Om daar een mooie folder van te maken. Dit wordt hem. Ik laat hem niet helemaal zien wat erin staat, maar hij is echt heel informatief. Ik weet dat jullie er heel veel aan gaan hebben. En er zit zelfs een recept in. Dus dat is echt heel leuk. Nou, ik ga meteen even naar Jody lopen, want die moet hem even doorsturen naar de drukker. Zo, ik ben een tijdje bezig geweest met allerlei stories maken over de ampullen. Met alle uitleg over de ampullen. Het was een soort Q&A die jullie hebben ingevuld. Dus die is nu helemaal klaar. Ja, deze kan je dus nu helaas niet meer invullen. Maar hier kon je een gratis gebruikersschema aanvragen. En de actie die geldt nu nog tot aanstaande zondag. Dus dan weet je, dat heb je 10% op alle glycolic ampul. En ik ga morgen maar live, want er zijn zoveel vragen. Dus eventjes kijken hoe laat dat gaat worden morgen. Oh, het is te vies weer, jongens. Ik ga nog snel even langs back office kijken of alles goed gaat. En dan ga ik snel de oppas aflossen. Want die heeft het vast zwaar met 3 kinderen. En de eerste dag natuurlijk. Zo. Oh, Jody is er niet. Ik ga... Die is in behandeling. Oh, die is in behandeling. Ja. Oh. Ik ga... Veel succes vandaag. Tot morgen. Doeg. Zo, kijk eens bij wie ik weer thuis ben. Hallo, en jij daar? Ik heb jullie gemist hoor. Ik heb jou gemist. Oh, ik jou ook, poepie. Ja.
Mama, ik heb hier en heel deze lang... is ongesteld, dus die doet niet mee vandaag. Mama, ik heb je kent dat wel. Mama, weet je hoeveel? Mama, weet je hoeveel ik heb gemist? Nou, hoeveel? 100 miljoen. No, en ik biljoen. Het was heel goed gegaan bij de oppas, hè? Het was je. Je hebt het zo goed gedaan. Ja. Maar ik ben trots op jou. Maar mag ik iets zeggen? Goedemorgen. Het is een nieuwe dag. En het is vandaag Mommy Day. Want ik ben de hele dag thuis met de kindjes. En het is natuurlijk herfstvakantie. Dus het wordt een drukke boel. En ze zijn hier lekker aan het spelen. Kiri is aan het tekenen. Ja, van over piramides. Over piramides. Zintje die ligt er gezellig bij. Ah. En Amir die houdt zich alleen maar bezig met de baby. Hè? Ja. Ja, jij bent babyverzorger, toch? Ja. Kijk, en dit zijn allemaal piramides en hier letters. Super. Hoeveel mummietje? Zo, mijn tante die belde me net of ik het leuk vond om samen met haar richting Edam te gaan. Want daar heb je een fort. Een soort van kasteeltje-achtig iets. Waar je met kinderen iets kan doen. En het is natuurlijk herfstvakantie. Dus ik dacht, dat is wel leuk. Dus die jongens die zijn hun jas aan het aandoen en hun schoenen. En ik ben Zeen even aan het inpakken. Ja, ga ik gezellig mee, hè? Eentje voor het eerst in de draagdoek, of de draagzak eigenlijk, van Cybex. De camera. Maar het is best wel handig zo. Maar ik ben benieuwd of je het volhoudt. Het is dus helemaal niet echt een kasteeltje, maar het is een fort. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik moet uitleggen wat het is. Het lijkt een soort van bunker, alleen dan boven de grond. Even kijken waar we nu zijn. We gaan nu naar de radiokamer. Kijk. Inmiddels zijn we weer thuis. Het was echt hartstikke leuk. Ik moet zeggen, wij gaan nooit naar musea en dat soort dingen. Maar dit was best interessant, want het ging over de oorlog en zo. Het is dus in Edam. Kindjes die zijn nu even lekker op de iPad. En ondertussen ben ik het huis aan het opruimen. En ik heb oortjes in mijn oren, want ik ben een boek aan het luisteren. Dat weten jullie eigenlijk helemaal niet van me. Maar ik ben geen lezer, maar ik ben wel een luisteraar. Hoe zeg je dat? Ik luister wel graag. Dus ik heb die... Even kijken hoor, even mijn telefoon erbij pakken. Welk boek ik nu aan het luisteren ben. Ik ben het boek Focus aan uit aan het luisteren van Storytel. Dat is een app met allemaal luisterboeken. Super handig. Als je dus een... Praten en luisteren gaat niet tegelijk delen. Dus ik zet hem even op pauze. Praat de hele tijd. Hij praat de hele tijd door mij heen. Ik ben dus geen lezer, maar ik hou er wel van om dus te luisteren. En zo kan ik toch, tijdens dat ik bezig ben, zoals nu de vaatwasser inruimen, kan ik toch een boek steeds luisteren. Dus super handig als je net als mij een super druk leven hebt. Nou, inmiddels is het huis een soort van weer opgeruimd. Keuken opgeruimd. Dus dat is mooi. Ik ga nu beginnen met koken. Vandaag wordt het even een simpel... Broccoli, bleekselderij, aardappelsoep. Soepel, hoor mij nou. Soep. En ik heb hier schnitzels in. En dan gaat Ummer eventjes aardappeltjes halen en salade. En dan gaan we zo lekker eten. Wat ga jij nou weer doen? Jij gaat natuurlijk weer kijken hoe mama gaat koken. Nou, het is klaar.
het soepje. Echt een aanrader trouwens. Er zit in broccoli, aardappel, bleekselderij en peperzout, een bouillonblokje en een beetje van die chili vlokken. Echt super lekker. Dat zat in je soepje, die heb jij al op, zie ik. En Ummer is er even naar bed brengen, want die hield het niet meer vol en hij viel hier in slaap. Dus die is in mijn vrouw. Dus ik begin nu met eten. Salaatje, aardappeltjes en nog kippenpootjes van gisteren en een vleesje. Dus we gaan lekker eten. Is het lekker, jongens? Ja. Goed zo. Goedemorgen. Het is de volgende dag. En ik ben alleen thuis. Ik ben echt een soort van mijn ontbijt snel aan het opeten om richting de praktijk te gaan. Want ik heb een superleuke dag in de praktijk. Aniek ten Duizie komt langs. Gaan we samen een video opnemen. Dus superleuk. Maar Jamie is trouwens met Ummer naar mijn schoonmoeder. En mijn moeder heeft net de kindjes opgehaald. En die gaat naar een dierentuin in Rotterdam. Daar schijnt een superleuke dierentuin te zijn. Dus ik ben benieuwd hoe ze het gaan vinden. En ik ben ondertussen snel mijn ontbijtje aan het opeten voordat ik naar de praktijk rijd. De beruchte amandelmelk havermout. Jullie weten, als jullie vaker de vlogs kijken, dat ik eigenlijk fan ben van havermout in de ochtend met amandelmelk. En het komt omdat ik altijd zeg, als jullie huidproblemen hebben, stop dan met zuivel of verminder het in eerste instantie. En ik dacht, er zijn zoveel nieuwe kijkers en ik heb dit verhaal al een keer goed uitgelegd, maar ik dacht het wordt tijd om dit toch nog een keertje te herhalen. Maar het verhaal waarom het zuivel stoppen zo belangrijk is of het verminderen, waarom dat zo belangrijk is voor je huidproblemen en waar de oorzaak dan ook eindelijk vandaan komt. Zuivel drinken we natuurlijk van de koe. En melk produceert een lichaam van de koe, net als bij de mens, wanneer je in verwachting bent of wanneer je kindje geboren is. Wanneer het kalf dus geboren is. En dan wordt er melk geproduceerd en daar zitten hormonen in en er zitten groeifactoren in om jouw kindje, in eerste instantie bij ons, maar bijvoorbeeld bij de koe, de kalf, snel te laten groeien en snel ervoor te zorgen dat hij zich ontwikkelt en dat het allemaal, ja, wat sneller gaat en hij heeft wat meer bouwstenen nodig. En in eerste instantie drinken ze natuurlijk ook alleen maar melk, de baby's en de kalfjes. Dus daar moeten alle voedingsstoffen in zitten, maar vooral ook heel veel hormonen die gemaakt zijn voor de kalf om te groeien. En wij als mensen blijven die melk dan afkolven bij de koe om te consumeren. Terwijl die melk eigenlijk bedoeld is voor die kalf. En wij krijgen daardoor zoveel hormonen van de koe binnen, dat dat dus fout gaat. En dat zorgt ervoor dat we dus eigenlijk die acne en die huidproblemen veroorzaken in onze huid. Want je weet het wel, als je ongesteld bent, dan krijg je een boost aan hormonen. En dan 9 van de 10 keer krijg je een pukkel. Nou, kan je je voorstellen dat je dus hormonen van ook nog eens, niet van jezelf, maar van een dier binnenkrijgt. Wat in opperste paraatheid staat van een soort van piek aan hormonen om die kalf te laten groeien. En dat consumeer jij dan iedere dag. Dan kan je je voorstellen wat dat met je eigen hormoonhuishouding doet. En wat er dan gebeurt met je huid. Want je huid is je eerste uitlaatklep van problemen in je lichaam. Daarnaast activeert het ook nog eens ons eigen hormoon. De IGF-1. En dat hormoon wordt ook gestimuleerd door bijvoorbeeld dierlijke producten. Zoals bijvoorbeeld vlees. Daarom zei ik laatst, het is echt geen slecht idee om ook iets minder vlees te eten. Varkensvlees moet je helemaal skippen. Want dat is echt sky high. Los van dat er heel veel afvalstoffen in zitten. En het stimuleert dus ook nog eens ons eigen hormoon. Dus hormoon op hormoon. En dat IGF-1 hormoon, dat zorgt er ook nog eens voor dat onze talgproductie vermeerdert. En dat je poriën vergroten. Dus, één ding is zeker, dat moeten we dus minderen. Willen we een mooie, gladde, niet porievrij, want we hebben poriën nodig, maar voor het uiterlijk niet hele grove poriën te hebben, moet je dat dus eigenlijk skippen. Maar daar zijn hele mooie vervangers voor. Denk aan bijvoorbeeld, dat vergeet ik trouwens nog een hele belangrijke. Wat het ook nog stimuleert is het TOR-enzym. En dat heeft een heel moeilijke naam, maar de afkorting is TOR.
En dat enzym zorgt er dus ook weer voor dat er ontstekingsvormen in het lichaam ontstaan. En dat de talg, eigenlijk de talgklier nog meer talg gaat produceren en nog meer bacteriën gaat vormen. Waardoor er gewoon ontstekingen ontstaan. Maar niet alleen acne, denk ook aan rosacea, denk ook aan eczeem. Dat zijn allemaal huidgevoelige beelden waar zuivel vaak een hele grote oorzaak in is. En naast zuivel, je hormonen. Maar als je hormonen binnenkrijgt van melk, plus je eigen hormonen, ja, 1 plus 1 is 2 en dan heb je gewoon een probleem. Dus vandaar dat ik altijd aan het drukken ben naar jullie. Heb je echt een huidprobleem? Stop helemaal met zuivel. Het is echt achterhaald dat zuivel zorgt voor sterke botten, sterke tanden. Dat is echt achterhaald. Want de kalium die je daarvoor nodig hebt, die haal je over het algemeen voor de grootste hoeveelheid uit groenten. Sorry, ik kwam niet op het woord. Groenten. Heb je nou heel veel zuivel geconsumeerd en denk je na dit filmpje, Delia, als ik in de spiegel kijk, ik heb een huidprobleem. Ik ga er aan de buitenkant mee aan de slag. Maar het allerbelangrijkste is dat je van binnenuit ook start. Ga dan zuivel in eerste instantie even helemaal stoppen. Mooie vervangers daarvoor zijn bijvoorbeeld amandelmelk, havermelk. Ga niet aan soja beginnen, want daar zitten plantaardige hormonen in. Daar ga ik later nog wel wat over vertellen. Maar dus niet soja, maar dus amandel, havermelk, kokosmelk. Ook een hele goeie. Ben je een yoghurteter, ga dan pure kokosyoghurt eten. En wil je dus nadat je heel veel zuivel hebt gegeten dat minderen en wil je een soort van detox effect creëren, dan kan je dat, dat helemaal gaan verminderen door middel, of het zuivel eigenlijk gaan verwijderen uit je lichaam door meer groenten en meer fruit te eten. Dus wat extra te eten boven wat je al doet en eet je slecht, ga dan goed eten met groenten en fruit. En wat je vooral kan drinken om het volledig te verminderen en het uit je lichaam te krijgen. En sowieso blijf het alsjeblieft drinken, want het is gewoon talgverminderend en poriverfijnend. Dat is kurkuma thee, dat is citroenwater en dat is groene thee. Dat weten jullie van mij, groene thee. Maar daar heb ik het niet over een Pickwick zakje, maar echt pure groene thee. Even kijken, vergeet ik er eentje. Ik heb altijd mooie lijstjes in mijn telefoon staan en ik dacht al... Gemberthee en natuurlijk uiteraard de, hoe heet het, brandnetelthee. Dat zijn echt theeën plus citroenwater als je daar begint op een lege maag in de ochtend. Top! Oké, ik ben alweer 4 minuten hierover aan het praten, maar ik weet dat jullie hier heel veel aan gaan hebben. Dus heb je een huidprobleem, stop met zuivel. En dat betekent niet dat je nooit meer zuivel mag, maar stop er tijdelijk mee tot je huidprobleem onder controle is. En geloof me, believe me, er zijn zoveel mensen die we hiermee geholpen hebben. En dan kan je langzaam weer bouwen. Kijk, ik eet ook wel eens een tosti. En ja, ik haal bij de McDonald's ook wel eens een stroopwafel latte macchiato. Ja, maar dat mag als je er een balans in vindt. En dat is heel belangrijk. Ik weet hoe ver ik kan gaan en dat moeten jullie gaan leren. En daar wil ik jullie bij helpen. Dus in de toekomst gaan er nog veel meer dingen over komen. Ik hoop dat jullie wat hier aan hebben. Ik heb nu nog steeds niet gegeten. Ik ga snel eten en ik ga naar het werk. Ik zie jullie zo. Kijk eens wie er is. Hallo. Hallo, hallo. Dit is echt lang geleden. Ik denk dat als we gaan kijken in mijn vlog, wanneer jij er voor het laatst bent geweest, dat is echt te lang geleden. Ja, ik denk, ja, ik weet het niet. Nee, ik weet het eigenlijk gewoon niet meer. Lang geleden. Nee. En ik krijg net een cadeautje van Anne. Ik ga jullie even neerzetten. Kijk, nou ja, dat is beter. Pak hem even over. Kijk nou, wat gaaf, zo'n cape. Ja, je kan hem dus heel lang gebruiken, zeiden ze. Echt, tot 4 jaar. Tot 4 jaar. En als je naar het strand gaat en gaat zwemmen en voor thuis. Ja, ik vind dat echt heel handig. Super cute. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, ik ben klaar. Ik ben helemaal... Ik heb voor mij een babyhuidje. Ja. Ja, ik zit ook even lachen. Ik heb helemaal een babyhuidje. Ja. Ik heb een hele flinke peeling gehad. Dus ik ga de komende dagen denken, oh jee, ik zie het ook echt, wacht even. Ja, je bent nog best wel door bloed, maar dat hoort er even bij. Het is ook echt warm, hè? Ja. Echt. Maar je hebt wel weer de glow, hè? Nou, Aniek is weer weg. Het was echt weer leuk om haar te zien, zo lang geleden. En haar huid had het ook echt nodig.
Volgende week kan je het zien in haar vlog. En er zit er een leuke korting ergens aan vast. Dus dat is leuk. We gaan weer een leuk traject met haar starten met haar huid. Want hij moet weer even geboost worden. Weer even goed aangepakt worden. Dus daar gaan we mee starten. Daar gaan we volgende week even voor zitten. En ik ga nu eventjes naar marketing. Want de hele back office die wordt natuurlijk nog steeds verbouwd. Kan jullie vertellen dat we hadden een stucadoor om de muren dus helemaal zo glad te maken. En dat bleek dus, nou ja, deze stucadoor zegt dat de andere stucadoor een vreselijk werk heeft afgeleverd. Dus dat was ellende, dus het moest overnieuw. Dus er is nu iemand mee bezig. En marketingteam zit in mijn moeders huis, dus daar lopen we even naartoe. Ik ben helemaal happy met mijn huid vandaag. Hij heeft echt een top glow. Eye conceal, eye conceal, eye conceal. Hij is nog steeds in prijs verlaagd, hè? Dus dan weten jullie dat. Omdat die nieuwe verpakking er is, zelfde hoeveelheid standaard in prijs verlaagd. Dat is die huidverbeterende foundation. Oké, neem jullie mee naar de andere kant. Nou, is wel even leuk om te zien. Het is hier binnen echt een en al chaos. Kijk, hij is helemaal aan het stukken. Dus die meiden zitten hier natuurlijk niet meer. En hier is nog meer chaos. Want hier staat alle inhoud van de kamers. Staat hier. Kijk, leuk om te weten. Hier zit ik dus altijd. Het is kantoor. En ik ga eventjes naar de meiden. Want die zitten waarschijnlijk aan de eettafel bij mijn moeder. Ja, kijk eens even zitten hier hoor. Hey, flexwerkers. Hallo. Nieuwe werkplek. Ja. Bevalt het een beetje hier? Ja, mooi. Ja, wel rustig. Rustig, hè? Ja. Ja. Maar komt misschien ook omdat jullie daar nu de afgelopen dagen in de chaos zaten. Ja, dat is waar. Dat is ook zo. Nou, gaan we de vergadering afmaken? Ja. Oké. Okay. We hebben trouwens een mega, mega, mega gave samenwerking met Joshvee. We hebben een hele leuke winactie voor jullie. Ze kunnen zowel bij ons meedoen als bij Joshvee. Dus dat is echt super leuk. Ik ga hem jullie laten zien. Hou je vast, hou je vast, hou je vast. Want Joshvee geeft gewoon een hele winterlook weg. En dat samen met, even kijken of ik, ja, met een holiday kit van ons. Een, was het een meet and treat? Een skin check. Een skin check, een travel kit, die holiday kit, dit geweldige setje. Ik ga binnenkort een foto maken voor op mijn Instagram. Ter waarde van €633. Het enige wat ze moeten doen, moet jij even vertellen, want daar was ik niet helemaal bij. De link staat sowieso in onze bio, ook bij hun. Dan kan je inschrijven op de landingspagina. En ook even in mijn stories, als jullie dit zien op Instagram. Dus dan kunnen jullie ook swipen. Even swipen. Maar je moet dus naar hun... Nee, je moet dus via de swipe-up naar hun pagina. En dan kan je dus meedoen. Je hoeft je alleen in te schrijven en dan maak je dus gewoon kans. Echt superleuk. En ik kan je vertellen, ik heb het pak thuis liggen. Hij is echt gaaf. Hij is wel gewaagd, maar hij is gaaf. Nou, Ilham die ligt op de stoel, want we hebben even haar gezicht gereinigd. We gaan namelijk nu 7 dagen, 2 keer per dag, proberen het ampul. Want daar ligt de glycolic acid die jullie vorige week in de vlog hebben gezien. Die trouwens nog 1 week in de aanbieding is als jullie dit zien. Gaan we 2 keer per dag, of jij gaat het 2 keer per dag thuis aanbrengen. En dan gaan we iedere dag foto's maken en dat gaan we met jullie delen. En dan gaan jullie zien dat haar voorhoofd... hopelijk zoveel mogelijk binnen 7 dagen gaat herstellen. Oké, daar gaat Emre met de laatste lading ampullen. Nu moeten we dus eventjes wachten. Tot morgen voordat de nieuwe ampullen binnenkomen, want we zijn uitverkocht. Maar morgen komt als het goed is weer 300 stuks, dus dan kunnen we weer verder versturen. En we gaan hier weer eventjes verder met het... marketing, of nee, het marketing, hoor mij nou. Ja, dit is het marketingteam, maar we gaan even verder met het ampullenschema. Het wordt echt heel mooi. Even kijken hoor. Kijk, dit is het schema. We hebben per schema, per huidprobleem. Gaan we laten zien hoe je hem kan inzetten en hoe je hem kan gebruiken met tekst erbij. Dus het wordt mooi! Yay! Zo, dat was een lange dag. We zijn in Zaandam, we gaan Zeen ophalen. En de kindjes die zijn nog met mijn moeder, die rijden nu pas vanuit Rotterdam naar huis. Dus we gaan even lekker eten bij mijn schoonmoeder.